Leuk dat je weer kijkt naar deze video van Slanke Fit TV. In deze video wil ik graag jouw kennis testen. Want hoe goed kijk jij al Slank en Fit TV? Misschien kijk je al heel lang Slank en Fit TV, al vanaf het begin. Of misschien heb je YouTube kanaal pas ontdekt. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dit is gewoon even een leuk quizje om jouw eigen kennis te testen. De antwoorden die goed zijn van deze quizvragen, die heb ik allemaal al een keertje beantwoord in vorige video's. Ben je nou benieuwd naar de video's wat hoort bij deze antwoorden? Klik dan even op de link onder de video als je deze video in YouTube bekijkt. Want daar zet ik even wat linkjes neer naar de video's die het juiste antwoord geven van deze quiz. Oké, pak je pen en papier erbij en ga klaarzitten. Ik heb hier 6 quizvragen. Het zijn multiple choice vragen. Je kunt kiezen tussen A, B of C. En ik wil dat jij het goede antwoord opschrijft waarvan jij denkt dat juist is. Oké, vraag nummer 1. Waarom denk jij dat water drinken beter voor je is dan het drinken van vruchtensappen of van frisdranken? A. Omdat in water voedingsstoffen zitten die jouw lichaam nodig heeft. B. Omdat jouw lichaam water nodig heeft om te kunnen plassen. Of C. Om jouw lichaam goed schoon te kunnen spoelen. Vraag 2. Waar zijn proteïne, oftewel eiwitten, goed voor? Waarom heeft ons lichaam proteïne nodig? A. Om onze spieren op te bouwen. B. Om ons lichaam energie te geven. Of C. Om ons lichaam meer calorieën te laten verbranden. Wat denk jij wat het goede antwoord kan zijn? Vraag nummer 3. Waarom komen we als we willen afslanken op een gezonde manier in het begin wel eens wat kilo's aan, maar worden we in wat centimeters strakker? Hoe komt dit, denk je? A. Omdat ons lichaam meer vasthoudt. B. Omdat we in het begin niet super consequent afvallen, willen we nog wel eens wat kilo's aankomen. Of C. Komen juist wat kilo's aan en slanken in centimeters af, omdat vaak in het begin onze spiermassa eerst wordt opgebouwd en spiermassa is zwaarder dan vet. Vraag nummer 4. Wanneer is het beste moment om jezelf te wegen? A. In de ochtend. B. In de middag. Of C. In de avond. Vraag nummer 5. Waarom is dankbaar zijn zo ontzettend belangrijk? A. Het is leuker voor je mensen om je heen dat je ook een beetje dankbaar bent. B. Om jezelf positief te stimuleren. En dankbaar creëert een gevoel van positiviteit en dat heeft een positieve invloed op je gezondheid. Of C. Het is niet echt nodig om dankbaar te zijn als je wilt afslanken. En vraag nummer 6, de laatste vraag. Waarom is het verstandig als je wilt afslanken, je aardappelen, je rijst, je pasta en brood wat te verminderen en af en toe helemaal uit je etenpatroon te schrappen? A. Omdat het veel enkelvoudige suikers bevat en er weinig voedingswaarde in zit. B. Omdat het niet echt voedzaam is en je hebt daarna snel weer honger. Of C. Omdat jouw lichaam daar vies van wordt als je dat te veel eet. Oké, dit waren de 6 vragen voor jou om te kijken hoe jouw kennis is op het gezondheidsgebied. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw antwoorden zijn. Laat ze achter onder deze video wat jouw antwoorden waren. En als je wilt kijken wat de goede antwoorden zijn, kijk dan heel eventjes op mijn blog. Daar heb ik bijgezet wat de goede antwoorden zijn. En ook de linkjes naar de desbetreffende video's die het goede antwoord geven. De link van dat blogartikel zet ik onder deze video. Dus klik heel even op de link onder de video. En laat natuurlijk even jouw antwoorden achter onder in de reacties. Want ik ben super benieuwd hoe jullie kennis is geweest. Ik wil je bedanken dat je hebt meegedaan aan deze quiz. Hopelijk vonden jullie het leuk. Even een keer wat anders in een video. Duimpje omhoog op de video als je een leuke video vindt. Laat je reactie achter. En ik zie je graag weer in een volgende video. Doei allemaal!